Alright jongens, welkom bij Studenten TV. We zijn hier vandaag om de diamantfabriek te komen checken. Ik heb mijn huiswerk niet gedaan, Gosse ook niet. Dus we gaan gewoon naar binnen, we gaan kijken hoe het er binnen uitziet. We staan hier in de diamantfabriek met Jasper van den Berg, Denberg, ja. Allebei. We zijn hier nu op de vrijdagavond aanbeland van in de diamantfabriek. Het is echt de slijperij van cultureel talent geworden en dat is waar het ons heel erg om gaat. We eigenlijk de jonge artistieke mensen uit Amsterdam een kans geven om hun talenten te ontwikkelen. En hier op het festival hebben ze natuurlijk een plek om te exposeren, op een podium kunst te laten zien of muziek te spelen. En daarnaast willen ze ook verder helpen in hun culturele carrière. Dankjewel Jasper voor je tijd. Succes nog vandaag. Doei. Ik heb iemand aan de haak geslagen en die gaat even vertellen waarom ze er zo geweldig uitziet vandaag. Hallo, ik ben een ruwe diamant, de bouwsteen van de diamantenfabriek. En wij nodigen mensen uit om zich te laten inspireren en zich te laten vormen tot een mooi geslepen steen. Ja, dus 1 plus 1 was 2. Yes. Wow! Sommige dingen lukken ook niet. We hebben ook rauwe pannenkoeken geprobeerd en rauwe pannenkoeken scheuren gewoon heel erg snel. Rauwe pannenkoeken is gewoon melk met bloem, toch? Ja, nee, van die opwarmpannenkoek. Ja. Maar ja, ik ga eerlijk zijn, ik ben natuurlijk niet in de muziekzaal geweest. Dus voor hetzelfde geld had er niemand gespeeld en had je me nu voor lul gezet. Voor hetzelfde geld is de wereld één grote illusie die alleen maar in stand gehouden wordt om jou voor de gek te houden. Precies. Ik denk dat jij hebt het helemaal door. Jij hebt het echt helemaal door, jongen. Oh, shit, is veel te lijp. Hij speelt zo hard. Ja. Wat een held. Als ik hetero was. Nee, als ik homo was, zou ik hem doen. Dat heb ik net inderdaad ook al gezegd bij een andere band. Dus ik ben de hele avond al aan het twijfelen over mijn geaardheid. Dat heb ik ook zowat mijn hele leven, ja. Dankjewel. Oké, okay, we zijn nu al een denk een uur of twee rond het lopen hier in de diamantfabriek. En we hebben echt een paar hele bizarre en vette dingen al gezien. Vooral kunst tot nu toe. Weet je, en op een gegeven moment dachten we, nu zijn we eigenlijk wel even toe aan een biertje, wat muziek. En nu staan we hier. Oh! In de diamantfabriek, jongens.